Zwemles in het Gooise bad in Hilversum. Het lijkt een lesje als alle anderen, maar schijnbedriegt. Want eigenlijk mogen deze kinderen hier nu helemaal niet zijn. Ja, onzin. En totaal niet mee eens. En het is ook niet onderbouwd. Dus daar gaan we niet mee akkoord. Dinsdagavond leek het er tijdens de coronapersconferentie nog op dat de zwemlessen door mochten gaan. Maar een dag later bleek dat ijdele hoop. Per direct moeten de zwembaden stoppen met de lessen aan kinderen. Shiva de Winter van het Gooise Bad pikt het niet en vaart zijn eigen koers. Je doet dus niet mee? Nee, zeker weten niet. Nee, niet op deze manier. Ja, dat betekent dus dat de zwemlessen hier gewoon doorgaan? Wij gaan gewoon door. Ik vind als het belang wordt gelegd op onderwijs en dat kinderen niet te dupe moeten worden van de coronamaatregelen en regels. En je laat onderwijs doorgaan en het zwemonderwijs, wat ook onderwijs is, wordt als een ondergeschoven kindje weggeschoven. Daar benadeel je dus alle kleine kinderen vanaf 3,5 zo'n beetje mee die zwemles hebben, die gewoon niet een maand kunnen missen. 2, 3, het Gooise Bad gaat dus door met de lessen, ook al mag dat officieel niet. De Winter weet zeker dat dat met kleine klasjes en de juiste maatregelen veilig kan. Wij passen ons elke keer aan de maatregelen om de zwemlessen wel door te laten gaan. De ouders wachten buiten? De ouders moeten nu buiten wachten. En de lesjes zijn heel klein? Ja, we hebben kleine groepen met weinig kinderen en met veel begeleiding. En als er straks toch een handhaver op de stoep staat, dan is de Winter de beroerdste niet. Nou, dan krijgt hij eerst een kop koffie en dan gaan we eens overleggen. Ik bedoel, weet je, iedereen doet zijn werk en wij doen ook ons werk. Alleen wij hebben ook het belang, en daarvoor hebben we dit vak genomen, om onze plicht om kinderen wat te leren. En dat moet niet zomaar van achter een bureau weggeschoven worden.